productieve week van maken. Thuis. Editie. Ik vind het leuk dat hier nu een plant is. Always choose peace. Morning. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Love Diaries. Ik heb mezelf net helemaal ready gemaakt. Ik vind het altijd erg fijn, ook al werk ik thuis, om toch gewoon op te maken. En wel gewoon comfy outfits te dragen. We gaan er een productieve week van maken. Thuis. Editie. Ik weet niet of ik dit al had laten zien. Maar ik heb de hangplant hier in de hoek opgehangen. Mama en ik hebben gewoon een grote spijker daar tussen gepropt. En dan het touwtje eromheen. En... ik vind het gewoon heel erg cute zo. Veel beter dan bij de douche. Dus dit is wel een cute hoekje geworden. Jee, dat hier nu een plant is. I love it. Voor de mensen die willen weten waar hij van is. Hij is van de Xenos dus. En dit is ook even een situatie. Ik heb een paar wasjes gedraaid. En nu hangt dit hier. Omdat mijn hele wasrek vol zit. Dus het is niet helemaal de vibe die ik wil creëren in mijn huis. Maar... ja, het moet even zo. En ik ben blij dat ik de wasmachines heb gedaan vanochtend vroeg al. Tijd voor koffie. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle reacties die ik onder mijn video's de laatste tijd krijg. Echt super fijn om te horen. En ja, het doet me gewoon heel erg echt. It makes my day. Dus ja. Dit is voor jullie. Dat wil ik even zeggen. Ik maak altijd eigenlijk ijslattes met... havermelk of amandelmelk. Maar het lijkt me wel erg leuk om nieuwe recepten te proberen qua koffie. Dus mocht je nog een super lekker recept hebben qua koffie. Laat het hieronder eventjes weten. Dan ga ik hem in de volgende video maken. En ja, ik ben benieuwd.
ik heb dus iets op Depop besteld. En ik heb het binnen. Dus ik dacht, ik ga het samen met jullie unboxen. En het is echt super cute ingepakt. Kijk. Thank you for supporting this small business. Echt cute. Dit is dus een meisje die sweaters bedrukt met een customized tekst, zeg maar, erop. Ik ben heel benieuwd. Oeh. Nice. Ja, het is bruin en ik wilde echt heel graag dit zo'n kleur hebben. Kijk. Er staat op. Always choose peace. Dit is echt mijn go-to affirmatie mantra. Heel nice. Dit is een M. Ik dacht ik een beetje oversized. We gaan even aanpassen. Tada. Ik heb nu een beetje zo in mijn broek gedaan. Echt zo'n mooie kleur. Ik had deze kleur nog niet. Hij is zo comfy. Ik ben blij. Ik vind het echt heel erg leuk. I love it. Ik zal haar account wel eventjes hieronder in de beschrijving zetten. En ik ga dit ook bewaren. Het is echt super cute. Mochten jullie nog meer kleine businesses weten die nu wel wat support kunnen gebruiken, laat hieronder even weten in de reacties. Want ik koop liever kleding sowieso vintage. Maar ook kleding van small businesses. Dus ja, always choose peace. Welke snacks moeten we hebben? Deze. Wat is dat? Een rice cracker. Oh. Lekker. Wat is dat? Die rice cracker. Welke zijn dat? Rice crackers. Zijn die heet? It's hot. Nee, die nooit zijn te eten. Toko Hall. Ik was heel lang niet meer bij de toko geweest. En ik had echt wel dingetjes nodig. Dat was heel erg leuk. Ik was met Moni en met Rino. En dus even snel Toko Hall. Ik heb allereerst mijn favoriete thee. Dat is deze citroengras thee. Echt heel erg gezond. En ja, deze neem ik altijd bij de toko. Dan heb ik een blikje kokosmelk. Dat was een komkommer. Dat was afgeprijsd voor 40 cent. Dan heb ik fishballs. En ik heb het dus ontdekt door Moni. En het is zo ontzettend lekker in noedelsoep. Echt amazing, het smaakt gewoon naar witte vis. Ik heb nog eens een garnalen gekocht. Dan heb ik soju. En dit is een Koreaans drankje. Echt heel erg lekker. Het is alcohol. Je kan het zeg maar puur drinken. Dus echt als shotje zeg maar. Met ijs of zo. Of je kan het dus met Yakult mixen. Ja, deze is echt heel lekker. Er zit 12%. Wie is dit? Soju. Dan heb ik nog pak choy gehaald. En deze zijn altijd echt perfect om in de noedelsoep ook te doen. Want dan heb je precies zeg maar eentje en dan doe je die gewoon in. Dan heb ik mijn favoriete ice brown sugar boba ice cream bar. Deze zijn wel echt super duur. Zijn er 4 voor 5 euro of zo. 4 voor 6 euro. Maar oh, kokosmelk. Deze is echt super lekker. Dat kan je gewoon drinken. Deze zijn ook echt super lekker. Shrimp flavored cracker. Nou, ik wil eigenlijk nu één proberen. Oeh, even uitproberen. Ze zijn lekker, maar wel aparte smaak vind ik. Shrimpy. Ik eet even met stokjes, dan hoef ik niet dat met mijn handen aan te raken. Een moe en hoofdpijn. Dus ik ga gewoon lekker rustig aan vandaag.
We gaan lekker lunch maken.